aanvoerder van de Graafschap. Fortes er gewoon bij, daar waar Willem II wat een probleem heeft met de aanvoerders. Er wel ontbreken Heerkens en Jonk. Dat betekent dat Bokila vandaag de aanvoerder is. Ja, ze hadden allebei wel een plekje of vijf hoger willen staan op de ranglijst. Want Willem II ging toch voor een plek bij de eerste twee. En de Graafschap ging voor een plek in de play-offs. Daar staan ze allebei te ver van weg. Maar dat dit qua clubs, qua sfeer, qua status ook toch wel richting Eredivisie waarde gaat, dat mogen duidelijk zijn. De Graafschap tegen Willem II. Geweldig affiche. En wie sluit dan een toch heel vervelend 2022 nog een beetje positief af? Bij de Graafschap dus wat wijzigingen. Jojus gewoon in het doel. Achterin geen wijzigingen met Schouten, Fortes, Hidde en Buettner. Geen Siem de Jong heeft het gehoord te wensen. Hem en zijn familie alle sterkte. Boeiroshane, Kaandorp en Brittijn daardoor op het middenveld. Schuurman op de bank. En voorin dus Benschop in de spits. Geen Gravenberg. En Willem II, de meest opvallende naam in opstelling. Michael de Leeuw, oud speler van de Graafschap. Al was dat maar één seizoen. Kwam van Veendam. Groningen leek wat te twijfelen. Moeten we die Leeuw nou halen of niet? Nou, hij maakte er volgens 10. In een seizoen waarin de Graafschap degradeerde. En Groningen haalde de Leeuw alsnog. En dit is dan de opstelling. Met achterin dezelfde formatie als vorige week. De Leeuw er dus bij op het middenveld. Svensson daardoor naar de bank. Ook Bos en Meerveld op het middenveld. En voorin nog altijd geen Hoornkamp. Die zit nog steeds op de bank. Kabanko en Bokila zijn de spits. Kabanko met druk. Oh, de fout achterin. En Kabanko profiteert. Niet Jurjus en Fortes voorkomen dat. Dat had de 0-1 moeten zijn. Tweede keer eigenlijk dat de Graafschap achterin in de fout gaat. Hille die dit totaal niet oplost. Geen idee wat hij wil doen, maar hij doet eigenlijk niks. Dan doet Jurjus precies genoeg. Het duimpje van Robbenmond. Was geen duimpje omhoog, tenminste niet al te vaak hier toen die trainer was van de Graafschap. Moest vertrekken. Dus niet voor het eerst interim trainer bij Willem II. Geen slechte vrije trap. Kabanko, die kopt hem erin. Zijn eerste doelpunt van het seizoen is dan eindelijk daar. Hij had al een grote kans. En dit is eigenlijk helemaal geen grote kans. Dit is een prachtige kopbal. Goeie vrije trap, uitstekende kopbal en Willem II leidt. Mol door Verret richting Bokila gedraaid. Dat was nuttig. Het koppen van Schouten. Bokila had al iets heel moois in gedacht. Dat lijkt niet nodig. Maar rechtstreeks voor het doel gedraaid. Een kopkansje toch wel voor Dammers. Benschop, ja, laat hem voor Negli, die laat hem voor Benschop. De prestatie bij Benschop neemt toe. Hij zal een andere manier moeten vinden om hem te uiten. Nog een keer, hij kan vertrekken natuurlijk, als hij het op zo'n manier doet. Oudenberg. De Leeuw is lastig. En volgens lopen ze ook aan, ook ondersteboven bij de Graafschap. Dat helpt allemaal niet mee. Meerveld, die zoekt de verre hoek. Die vindt hem net niet. Ringel Meerveld. Je ziet precies wat hij gaat doen. Die gat ligt er ook perfect voor. Hij krult alleen net niet genoeg. Kabanko. Meerveld, alle tijd. Veel te veel tijd daar. Inspelen op Bokila. Meegeven aan Kabanko lukt net niet. Een beetje mazzel daar voor de Leeuw. Die eerst uitgeleed, toen weer opstond. Toen werd geraakt. Ergens werd dus een overtreding gezien. Misschien dat deze vrijtrap van Verret nog wat gevaar op kan leveren.
heeft er al twee liggen dit seizoen. Matthias Verret. En hij zwabbert. Maar Jurjus heeft het antwoord dat van hem gevraagd werd. Dat zou mogen duidelijk zijn. De 1-0 voorsprong voor Willem II is verdiend. Pijn bij Willem II. Bij Kapan. Hoe het spel gaat verder. Negli op zoek naar een voorzet, naar ruimte daarvoor. De voorzet komt er. De kans is er bijna voor Eno. Altijd verdedigd door Owusu. Nou, een voorzet waar iemand in principe bijna wat mee kan. Meteen wat dreiging van de Graafschap. Eno. Voor dus niet gezien. Kaandorp, maar dat is van ver. Het is iets te gehaast. Buitne. Oh, als die aankomt, als die aankomt! Oh, Benschop. Schat er net niet helemaal lekker in. Oei, oei, oei. Het begint eigenlijk met de aanname die misschien niet helemaal is zoals hij zou willen. Maar hij springt namelijk misschien net iets te ver weer omhoog. Maar als je dan zo hebt, oh, wat een heerlijke dropkick. Schouten. Bammers komt weg. Bokila, ook niet genoeg. Voorzet, Taoud is bijna meer een schot dan een voorzet. Benschop raakt dan Lamproen nog even. Niet zo heel veel aan de hand. De keeper staat weer. Buitner wordt aangeraakt, kan worden verlengd. Benschop met een omhaal tegen zijn eigen hoofd. En dan het schot. Negli, weer een corner. De bal draait weer bij de eerste paal. Benschop verlengd. Maar daar kwam niemand bij. Bos. Eunal pikt op. Eunal, handig. Kaandorp. Schouten. Veel moeite met de balcontrole. Brittijn goed weggedraaid. Buitner met rechts indraaien. Daar is Benschop en dat had hem toch kunnen zijn. Hij krijgt de bal alleen bovenop zijn hoofd. Laten we dat team schampt. Nu breekt voor Poldof uit een wat lastige fase aan. Want wanneer grijp je in? Het gaat namelijk op zich best goed. Alleen moet dat doelpunt ook nog vallen. De rug van Benschop. Mag. Och, aardige versnelling. Nu geven. Dan zit daar een kans in voor bijvoorbeeld Svensson. En de binnenkant van de paal en een eigen doelpunt. Willem 2 op 2-0. Op zeer koddige wijze. En schlemielige wijze voor de Graafschap. Het eigen doelpunt van Hille. Die daar weinig aan kan doen. Maar de frustratie is begrijpelijk. De Graafschap sterker naar rust. Dreiging gehad, kansen gehad, niet gescoord. En in omschakeling slaat Willem 2 toe. Goh, lekker gedraaid. Wat een goede wedstrijd. Een van de beste op het veld vandaag, Meerveld. Meerveld, dit doet hij weer goed en dan is het 3-0, Svensson. Nu wel zelf. En weer met dank aan Meerveld. Willem 2 loopt zo nog weg naar een ruime zegen, omdat de Graafschap na de 0-2 gebroken is. En Svensson, vandaag op de bank gezet, maakt als invaller dan ook het verschil. En dan is het afgelopen en boekt Willem 2 een overtuigende overwinning. Het fluitconcert voor de Graafschap, dat in de tweede helft een stuk sterker was. Maar niet scoorde en Willem 2 sloeg juist toen ongenadig toe. Kabango met zijn eerste in hele lange tijd. Een ongelukkige eigen treffer van Hille. En Svensson, die als invaller ook al aan de basis stond van die eigen treffer van Hille. Zorgen ervoor dat Robbenmond maar weer eens een mooie overwinning boekt als interim trainer. Nu nog op bezoek bij zijn oude club. En voor Poldervaart een pijnlijke nederlaag.
in een week waarbij de voorzitter dus al kritiek had. Het spel in de eerste helft ook echt niet goed was van zijn De Graafschap. Nou, dus een stuk beter. Ja, het levert weer helemaal niks op. En na het vertrek van Hofland nu wat meer reden tot vrolijke gezichten bij Willem II. Zeker voor Robbenmond. Het is lekker om hier zo op deze manier terug te kunnen keren natuurlijk. En het gaat net iets lekkerder de feestdagen in met een 3-0 overwinning. Wel wat geflatteerd als je kijkt naar de tweede helft. Maar uiteraard wel ook volkomen verdiend. Dat Willem II hier de punten pakt. Met extra kwaliteit die ook nog van de bank kon komen, maakte zij het verschil vandaag op de Vijverberg.